It's all I wanna do. Yo, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag heb ik voor jullie de Q&A die ik natuurlijk al best wel lang heb beloofd. Maar als eerste achtergrond gameplay is jullie een Black Ops Day 6 vs 6 donation potje met de Scar, Haas, Silencer en Adjustable Stock. En in deze achtergrond gameplay haal ik een 100 plus gameplay. Je ziet het waarschijnlijk wel aan de schiet. Ik heb de Orbital V-set, K9 unit en de Swarm. En ja, de rest is niet zo heel meer mobile achtergrond gameplay. Ik wil er niet van leuk zeggen. Maar als jouw vraag niet in deze Q&A zit, want ik heb sowieso niet genoeg tijd ervoor, niet getreurd. Er komen nog meer Q&A's aan, waardoor jouw vraag er sowieso wel ooit ingekomen. Dus we gaan nu beginnen met de allereerste vraag. Die komt van Chris Reeps en dat vraagt: hoe groot wil je worden? Gewoon totdat het uitgegroeid is, laat me zeggen, totdat ik geen zin meer heb in YouTube op. Gewoon, ja, totdat er gewoon bijna geen groei meer in mijn kanaal zit. Tweede vraag van hem is: cola of sinaas? Doe maar allebei, want ik vind ze al... is wel chill. Enzo Knol of Milan Knol? Ik vind Milan Knol vaak gaming content leuker. En Enzo natuurlijk qua vloggen, want ik hou zelf niet zo heel veel van Minecraft. En dan komt de Keukenrol of Mand. Keukenrol, Jurassic of Dennis Ways. Beide, want het zijn allebei echt chille gasten natuurlijk. PS, je bent baas. Dankjewel natuurlijk. Gaan we door naar de volgende vraag. Die is van Crazy Dutch Gamer. Hij zegt: nice man, dankjewel. Kune, lees of Doritos? Ik denk dat ik ga voor lezen, want lezen heeft wel chillere smaak. En dan kun je nooit meer vakantie, nooit meer YouTube. Nooit meer vakantie, want ik hoef niet per se naar het buitenland. En ja, dan kan ik gewoon nog wel lekker naar YouTube blijven doen. Kune, wat vind je van Sub voor Sub? Ik vind Sub voor Sub voor kleinere YouTube kanalen kan het nog wel. Maar bijvoorbeeld zoals jij en ik, als ik het goed zeg, want we hebben nu beide al... Ik heb bijna mijn 1200 abonnees en jij hebt bijna je 1100, als ik het goed zeg. Vind ik het eigenlijk niet meer kunnen. Maar als jij het zelf nog doet, dan is jouw keus. En ja, je moet het zelf weten. Want je hebt ook waarschijnlijk kans dat je daarvan juist weer inactieve abonnees krijgt. En daar heb je dus denk ik geen zin in. De volgende vraag is van Just Jeda Arakine: een lelijke vrouw die super aardig is, of een super lekker wijf die kattig irritant tegen je is? Geen van beide. Geen maar gewoon een lekker wijf die aardig is. De volgende vraag is van Kei Duineveld. Kune, hoe ben je met Rubens en Sam in contact gekomen? Dat begon zo. Ik denk natuurlijk ook aan YouTube. Ik kende Sam en Rubens natuurlijk nog niet. Maar hun hadden dus al een community. En wat het dus was, is Rubens had mij al een tijdje in de gaten, laat maar zeggen. Zonder dat ik er wat van wist. En opeens werd ik toegevoegd op Skype. En ja, toen vroeg ze of ik in de community wou. En zo ben ik ze dus leren kennen. En zo is het ook... tot stand gekomen, laten we zeggen, next gen waar we nu zijn. De tweede vraag van hem is: Kune, hoe vaak pap ik per week? Was gewoon nieuwsgierig, XD. Ja, daar hou ik gewoon lekker pervers meer aan. Volgende vraag is van Sven Velders: Kune, wat vind je van haters? Mijn motto is altijd: hate is gonna hate. Waarom? Als jij haat krijgt, moet je er gewoon niks van aantrekken. Dan gaan ze vanzelf wel weg. Want als je juist aandacht gaat geven, dan krijgen ze juist wat ze willen. Natuurlijk hun aandacht. Dus dat is mijn mening over haters. De volgende vraag is van Orson Wester: iemand pingeren of zelf afgetrokken worden? Dat is moeilijk, jongen. Ah, dan denk ik toch echt zelf afgetrokken worden. De volgende vraag is van Demi van Zanten: kun je sambal of hete Doritos? Sambal. Kun je nooit meer bij de Griek of nooit meer video's maken? Keep going. Nooit bij de Griek, want ik hou sowieso toch niet heel erg van Grieks eten. Dus ja, na Gyros dan, hè. De volgende vraag van Yusuf Arslan. Hij zegt: Kune, is Nina je vriendin? Nee, dat net niet. De volgende vraag is van Amin Douriri. Hij vraagt: Kune, hoe oud ben je precies? Ik ben op dit moment 14 jaar. En zijn tweede vraag is: Kune, hoe zie je over een paar jaar? Hoe sub denk je dat je dan hebt? Ik ga geen schatting doen. We gaan gewoon kijken waar het uitkomt. Ik hoop dat ik gewoon over de 10k in je zit. Dat is mijn doel. En hij zegt: keep up. Bro, ik ben al... Zin in de 400 subs aan het support gaan ze doen, man. Dat klopt, Amin. Ik heb ook vaak met je gespeeld namelijk. Dus dat is gewoon fucking awesome natuurlijk. De volgende vraag is van de Kid Gaming: bioscoop of pretpark? Ligt eraan. Ik ga voor de bioscoop, want daar draai je steeds andere films. Pretpark is altijd hetzelfde. Nooit meer gamen of geen YouTube?
geen van beide. Gewoon allebei wel doen. Kijk je Enzo Knol. Heel soms, echt heel soms. Volgende vraag is van Jesse Lakine. Waar kan je echt niet tegen op Black Ops 2? Duitsers of mensen die lekker in een hoekje zitten met een shotgun? Ik kan echt niet tegen Duitsers. Gewoon simpelweg, hun hebben altijd connectievoordeel. En je gewoon ze nooit, maar dan ook echt nooit kan killen. Dat is gewoon fucked up. En campers in een hoekje kan nog wel sturnen. Dus daarom ga ik voor de Duitsers. Volgende vraag is van de enige echte Ariax. Zijn vragen mand of keukenrol? Eerder beantwoord, keukenrol. Volgende vraag is van de gasten van de Tepper Clan. Ze vragen, wat vind je van onze geilheid? Ubergeil. Kun je bitch of money? Money. Boobs of ass? Beide. Volgende vraag is van Natte Gans AD. Kun je bij welk partnership zit je en sinds wanneer? Ik zit bij SND Community. En dat valt onder Age of Gaming. En ik zit daar, als het 11 oktober is, zit ik daar een jaar. En chill partnership is het. Dus ik raad het aan om als jij het aantal subs hebt om toegelaten te worden, daar natuurlijk lekker heen te gaan. Want het is echt chill netwerk. De volgende vraag is van Pelle van Eden. Hij vraagt Q&A. Waarom vind jij Cold Coast een slechte kot? Ik vind het prima als je gewoon slim speelt. Ik vind het een kut kot soms omdat je gewoon zo snel dood bent. Maar het kan ook een super chille kot zijn. Als je een paar video's terug gaat kijken, zie je dat in mijn video. De volgende vraag is van Oshaker. Vraag ik je naar de bioscoop thuis. Bioscoop of thuis film kijken? Thuis film kijken, het kost natuurlijk minder geld. En dan kan je gewoon eten pakken wat je wilt eten. De volgende vraag komt van Eisen Klikleitsen of zoiets. Kan jij tutorial doen om pekers voor beginnen? Beginners. Kan ik wel een keer doen. Twee pizza, patat, pizza. Want daar heb je veel variatie in. De volgende vraag komt van Mick van Hintem. Hij vraagt, nee. Ben je wel eens in een absurde gameplay geweest bij die bijvoorbeeld Jurassic of Dennis een keer gebruikte? Ja. Ik ben een keer bij Dennis Waits in een video gekomen door een gameplay te sturen. Toen wil ik Dennis natuurlijk nog super erg voor bedanken. Omdat daardoor ben ik ook super, maar ook echt super snel gaan groeien. Dus Dennis, ik weet niet of je deze video kijkt, maar super erg bedankt natuurlijk voor jouw bijdrage. De volgende vraag komt van Thijs Skubbes. Hij zegt, Kine, wie of wat heeft je geïnspireerd om te beginnen met YouTube? Eigenlijk ben ik er gewoon zelf mee begonnen. Ik heb niet echt een inspiratiebron als ik eerlijk ben. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Ik kom van het Dutch Mond uit. Ben je echt, ook zo aardig? Ik zou zeggen, vraag het aan mijn vrienden als je die kent. Ik weet het niet. Volgende vraag is van Thomas Havalsbreten. Welke kot heb je het OCKD? Advanced Warfare. Bijna een 3KD geloof ik. De volgende vraag is van Igor Wendmakers. Wat vind je van de Black Ops 3 score streaks? Bezig met de baas. Dankjewel Igor. Tot nu toe vind ik het natuurlijk fucking awesome. De Vizet is ook weer teruggekomen. Oftewel de Hater. Wat echt een awesome naam is. En hij kan uit de lucht worden geschoten. Dus dat is ook wel chill. En dat vind ik natuurlijk zelf ook wel chill, laten we zeggen, dat hij uit de lucht geschoten kan worden. Gewoon simpelweg omdat dan iedereen weer een kans heeft. Want als bijvoorbeeld jouw team een constant orbital hebt, zoals ik op de achtergrond gameplay heb, is het voor de enemies eigenlijk gewoon niet meer leuk als we eerlijk zijn. Want je kan gewoon niks meer doen. Je loopt de span uit, wordt afgeknald. En dat is het hem eigenlijk, denk ik. En verder is van de mothership en zo. Ik heb er nog niet echt gameplay van gezien. Maar ik heb er wel gewoon vertrouwen in dat het goed gaat komen natuurlijk. Als je ook de livestream van, wanneer was het? Volgens mij woensdag. Ja, woensdag. Als je de livestream van woensdag had gezien. Donderdag was geloof ik. Ik heb even geen idee. Was zo'n Black Ops 3 competitive livestream. En die was ook super awesome natuurlijk. Want ze gingen competitive spelen. Oftewel de eSport Rules. En dat wordt dit jaar ook afgespeeld op de PlayStation 4. Wat natuurlijk gewoon fucking, maar dan ook echt fucking awesome is. De volgende vraag en de laatste vraag is van Dutch Design AD. Kine, kijk naar andere YouTubers dan Sam en Rumens. Ja, ik kijk naar Dennis Wejeraski, Jordi95NL, Chromotech, Yara Crew, laat maar zeggen. LEA, T-Martin, etc. Kine, hoeveel shirt weer uit van 2015 hebben? Persie bent baas. Ik hoop dat ik gewoon aan het eind van 2015 gewoon de 2000 subs heb bereikt. Dan is mijn doel bereikt voor dit jaar. Maar jongens,
De achtergrond gameplay zit er alweer bijna op. Mocht je genoten hebben van deze video, laat dan je blauwe duimpje natuurlijk omhoog achter. Vergeet natuurlijk niet jouw Q&A-vraag als je nog niet gesteld is in deze Q&A achter te laten. Dan komt hij zo spoedig mogelijk weer in een nieuwe Q&A. Jongens, ik wil jullie vragen om 50 blauwe duimpjes omhoog te doen. Kijken of we dat kunnen halen deze keer. En zoals ik natuurlijk net al zei, laat gewoon jouw blauwe duimpje omhoog achter. Jouw vraag als je dat nog niet hebt gedaan, vast nog niet beantwoord. En jongens, ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hoop ik jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En zoals ik altijd zeg, later.